Het grote verlangen. Ik heb een karakterneurose, zegt ze. Ik wil dood. Vertel, zeg ik. Ze vertelt, maar ik luister niet. Ik hoor haar, maar ik laat haar woorden zinloos langs me afglijden. Langs de mouwen van mijn winterjas, het is nog kil op het terras aan het water, langs mijn broekspijpen, met zand aan de zoom van spitwerk in de tuin, langs mijn schoenen. Haar woorden glijden over groen uitgeslagen betontegels, aarzelen bij de plastic bloembakken rond het terras. Klimmen licht in de hoogte over de transparante windschermen, dalen weer af aan de andere kant naar de zwarte aarde, met hier en daar groene spitse tulpenbladeren, en nemen de grauwgele helling naar het meer. Het is nog geen april. Het is te koud voor de tijd van het jaar, zegt de krant. Alsof de mens uitmaakt wat de beste temperatuur zou moeten zijn op deze breedtegraad, op deze lengte, op dit halfrond. Alsof de mens bepaalt hoe hard het waait op deze plek, en alsof de mens bepaalt wat de golflengte van het onrustige water zou moeten zijn. Noordwesten wind, fris van Winterzee. En verre ijstijden. Licht kabbelend, zenuwachtig oppervlak. Nog lang geen zwemmers in het ondiepe veenwater, eenden en meeuwen niet meegerekend. En halverwege het meer een zeilbootje laverend, alsof de schipper niet weet wat hij wil, of nog niet weet uit welke hoek de wind waait. Ik wil dood, zegt ze. Je hebt een karakterneurose, herhaal ik haar woorden. Vertel. Ze heeft geen aanmoediging nodig. Nooit heeft ze aanmoediging nodig. Ik hoor wat ze zegt, maar ik luister niet. Haar onzinnen glijden andere onzinnen achterna. Gelukkig waait de wind uit de hoek achter ons. Haar woorden komen niet terug. Voor me staat gebak. Ik heb mijn taartje half opgegeten en kijk uit naar de tweede helft. Ik ben gulzig. Maar ik weet me in te houden als het niet te lang duurt. Deze keer gaat onthouding gemakkelijk. De gesuikerde binnenkant met appel, rozijnen en kaneel is nog half bevroren. Het taartje naast het mijne is onaangeroerd, net als de koffie. Ze heeft geen tijd om te eten en te drinken. Haar mond is op praten ingesteld. Ze praat, ze praat alsof ze nooit is gehoord. En dat is ze. Ik wil dood, zegt ze. Traditie, denk ik, herhaling. Ik las. Een omweg naar de dood, een essay van Patricia de Martelare. Het doel van het leven is de dood, schrijft ze met één oog op Freud. Sigmund Freud, de psychiater die alles meende te weten van psyche en van driften, en dat alles in steeds ingewikkelder zinnen formuleerde. En daarmee aannemelijker maakte voor leken. Jensijds des lustprincips. Aan de andere kant van genot wenkt de dood. Ze laat haar koffie onaangeroerd. Ze kan niet wachten, zegt ze. In de ochtendkrant las ik dat iedereen op een enkeling na gestoord is, of beter, gestoord gedrag vertoont. De aberraties komen door genen of door opvoeding. Natuur of voeding in de ruimste zin. Iedereen lijkt bang te zijn voor zijn of haar eigenheid. Wie pijn heeft, lichamelijk ziek is, heeft minder hinder van een onrustige geest. Patiënten en stervenden zijn opgewekter dan bezoek dat komt, weggaat en toch blijft. De mens is een herhalingsdier, lees ik. Ik weet niet of die herhaling zo in het essay staat. Maakt me ook niet uit. Ik lees mijn verhaal in de pocket, en over mijn interpretatie is de schrijver geen baas, nooit geweest. Ik houd dat zo. Als ze zegt dat ze dood wil, hoor ik dat ze wil leven. En na de derde keer hoor ik dat ze dood wil. We willen allemaal wel eens wat. Ieder heeft zijn of haar verlangen. De mens is conservatief en houdt vast aan tradities. Niet alleen aan volkstradities, aan folklore, maar ook en vooral aan zijn eigen gemaakte gewoonten. Een vrouw verlaat haar drankzuchtige en gewelddadige man en vindt een andere man om mee onder één dak te leven, drankzuchtig en gewelddadig. Ze ruilt de ploert voor een gewelddadige en drankzuchtige man. Haar houvast is lust en vernedering. Haar houvast is zekerheid. Voor mij is dat niet anders. Ik buig opzij en snuit mijn neus tussen mijn duim en wijsvinger. Ik aanschouw de vlek op de tegelnaad, goed gemikt. Kijk, zegt ze. Ze steekt haar linkerhand naar voren, vingers licht gespreid. Zie je niets? In een ander essay schrijft de martelare, mooie naam voor een schrijver over leven, kunst en dood, dat we alleen kunnen zien waar we een woord voor hebben. Zonder woorden bestaat niet wat buiten ons naamloos een eigen leven leidt. Een kind kent pas een moeder als het kind mama zeggen kan. Een stoel bestaat pas als het kind een woord heeft leren kennen voor de stoel. En die ontdekking van woorden bij waarnemingen gaat met genot gepaard. In herhaling: stoel, stoel, stoel. Gekraai om een woord. Later is die herhaling minder nodig. Bij wat niet zeker is, of een leugen, steekt de herhaling de kop weer op. Ik hou van jou. Zelden is eenmaal zeggen voldoende om jezelf en de ander te overtuigen. Let maar op, elke grap wordt minstens twee keer verteld, achter elkaar, twee keer, elke. Wat moet ik zien, zeg ik. Ik herstel me. Wat wil je dat ik zie? Ze draagt een smalle, gladde, gouden ring. Ik ben getrouwd, zegt ze. Getrouwd, herhaal ik. Mijn wenkbrauwen gaan een eindje omhoog. Ik had een diepe frons kunnen maken. Ik hoef niets te verbergen. Ze kijkt naar haar hand, vingers ver gespreid. Feliciteer je me niet? Ze kijkt hem aan. Ogen ver open, dieper dan de zee. Onpeilbare diepte. Veel dieper dan het doorwaardbare meer. Net zo troebel. Gefeliciteerd, zeg ik. Ik vraag niet wie de gelukkige is. In de aanbieding, bij de bijenkorf, Amsterdam, zegt ze: half geld, goud voor half geld. Ze was er met een blokkerkaartje, tweede klas. Mooi, zeg ik. Ik heb een reservevoorraad woorden die voor mij weinig meer betekenen, maar die, afhankelijk van intonatie en mimiek, een stimulerende werking hebben op mijn toehoorder. Mooi, boeiend, interessant. Verrassend. Ongewoon. Eruit met de shit. En wil je niet weten wie de gelukkige is? De gelukkige zit naast me. De gelukkige laat haar gebak onaangeroerd. De gelukkige laat haar koffie afkoelen. De gelukkige is met haar geluk bezig, niet met aardse zaken. En als ik naar voren rijk, als het moment is aangebroken om mijn taartrestant tot me te nemen, zegt ze. Ik wil dood. Ik trek het taartvorkje langzaam weg tussen mijn gesloten lippen. De tandjes van het metaal strelen diep mijn onderlip. De gebruinde appelschijf warmt op. Ik verbeeld me dat ik rozijnen proef en kaneel. Ik slik. Wie is de gelukkige? Vraag ik. Ik zet het schoteltje terug op de tafel. Ik bewaar een laatste taartstuk, een korst van bladerdeeg, voor een volgende gelegenheid. Kun je wel raden, zegt ze, kun je wel raden. Achter ons ratelt een specht tegen een beuk. Misschien om een nest te bouwen, misschien om zijn gebied af te bakenen. Grote, bonte specht. Wie niets heeft, kan alles maken. De geest is gewillig. De geest maakt geen onderscheid tussen waan en werkelijkheid. Voor wie even niet oplet, lopen waan en werkelijkheid op een glijdende schaal naadloos en onopgemerkt in elkaar over. Een stoel is een stoel, maar in verbeelding ziet een stoel er anders uit dan de stoel op dit terras. Het kabbelende water in het meer is in mijn hoofd een storm. Nee, ik weet inmiddels, het scheepje naast me is niet in gevaar te vergaan. Het scheepje is al gezonken. De kiel op het sompig veen, de mast met een faan als boei boven water. Tussen lust en dood loopt een glijdende schaal. Na aanzegging van het slotakkoord huilt een mens of lacht een mens. Er is geen verschil. Van binnen. Kleine lust is kleine dood. Ratens, zegt ze. Ze is ouder dan ik ben, en ik tel mijn jaren, maar ze probeert haar kinderspel. Ratens. Zie je dat bootje, zeg ik. Het vaart tegen de wind op, dat vind ik zo bijzonder, tegen de wind in. Laferen, zegt ze. En, laat ze naadloos volgen terwijl ze haar blik van het bootje naar mij verlegt: Je raadt niet. En krachtiger: Raad eens. Ik reik naar het restant, de kruimels bladerdeeg, verleg halverwege mijn greep naar het kopje, leeg het kopje op een koude slok na. Ik schud mijn hoofd behoedzaam. Met een bewegend hoofd kan ik niet raden, niet op dit terras, met frisse noordwestenwind in de rug. Ik wil dood, zegt ze. Wie niet? zeg ik. Ik bijt voorzichtig op mijn onderlip. Ze heeft me niet gehoord. Haar gebak is aan de beurt. Ze laat het schoteltje op de tafel staan en morst kruimels midden op de tegels. Patricia de Martelare schrijft in haar essay dat de dood het doel van het leven is immers we zijn altijd dood geweest en dood is de optimale rust een mens houdt niet van opwinding en van verstoring van de rust alle bezigheden houden de mens bij de eeuwige rust vandaan natuurlijk Zelfdoding is een oplossing om die eeuwige rust te vinden, maar op de een of andere manier verzet een lichaam en geest zich om die drastische oplossing te kiezen. Wat volgt is uitstel met een bezweringsritueel: een neurotische herhaling van zetten in eindeloze variaties. Leven als een Postnatale stressstoornis. Mijn lichaam is al dood, zegt ze met enige triomf. Nu mijn geest nog. Je bent getrouwd, zeg ik. Ze laat haar hand zakken, ring tegen de tafelrand. Ik maak van hem een weduwnaar, zegt ze. Ze lacht alsof ze iemand een groot cadeau gaat geven. Ze maakt een weduwnaar van haar zelfgeschapen man. We sterven tegelijk, zegt ze, hij en ik. Ik hoor haar genot. Het maakt niet uit, volgens de martelaren die uitgebreid probeert grip te krijgen op de gedachten van Simon Freud, waaraan een mens zich vasthoudt. Iedereen kan zich een wereld maken met vreugde en met angst. Vooral met vreugdevolle angst en vooral met niet te stoppen herhalingen om vreugdevolle angsten te bezweren. En alle rituelen met maar Eén lust voor ogen. De dood. Terug naar waar het leven nooit heeft gewild. Terug naar mineralen. Terug naar de as die we altijd zijn geweest. Naar de as die we altijd zullen zijn. En de tegenpool. De levensdrang. Hetzelfde verlangen naar de eeuwige rust houdt ons in leven. We willen niet dat een ander over onze dood beslist. De dood moet komen op haar eigen tijd. Uur en plaats kennen we niet en zo hoort het. Het grote verlangen is, op de juiste tijd in alle rust, de overgang mee te maken naar wat we altijd waren. As, maar dichtbij deinzen we terug, maar even, we fijnzen. Thermodynamica zeg ik, ik denk ineens aan thermodynamica. En als ze me vragend aankijkt, zeg ik, warmteleer. Ik heb een warme relatie met mijn man, zegt ze. Hij is geleerd, hij houdt van leer. Ze houdt haar linkerhand opnieuw licht gebogen op schouderhoogte. Als de zon zou schijnen, zou het goud blinken. We houden van elkaar, ik houd van hem. Ongetwijfeld, wie zou niet houden van een zelfgeschapen wereld waar het onbekommerd toeven is, zolang demonen goedgezind zijn. Ook als ze kwaadwillend zijn, scheppen demonen vastigheid en zekerheid en troost, ook voor wie ontroostbaar wil zijn. Delta G is delta H min T delta S. Is de belangrijkste formule in de thermodynamica. G is de vrije energie, H is de warmte, en S is de entropie, een maat voor wanorde. T is de absolute temperatuur, de temperatuur in graden Celsius, daarbij 273 opgeteld met deze optelsom is de temperatuur van de levende mens 310 kelvin delta geeft de verandering aan een systeem is in evenwicht als de verandering van de vrije energie gelijk is aan 0 delta g is 0 warme thee in een thermoskan dagen later nog steeds op dezelfde temperatuur een afgesloten systeem. De mens in zijn wereld. Als vrije energie afneemt, verloopt het leven spontaan. Delta S neemt toe. Chaos groeit met vervulde verlangens. Samen sterven we, zegt ze. Ongetwijfeld, zeg ik. De zeilboot komt dichterbij. Een man en een vrouw. De man aan het roer, de vrouw op een bankje aan zijboord. Tegen de wind zeilen lukt als ergens anders de wind meewaait met de natuurlijke gang van zaken. In de natuur gaat niets vanzelf, al lijkt dat soms zo. We hebben onvoldoende zicht op wat zich om ons heen afspeelt. Niet overal zijn woorden voor. Veel woorden passen niet bij wat we waarnemen. Bij veel van wat we zien kennen we geen woorden. Zonder woorden. Blijven we blind? Karakterneurose maakt me niet wijzer. Een oud en achterhaald woord voor wat we zien en niet begrijpen: karakterneurose. Ik wenk naar achteren. De ober achter het glas kijkt op voor zijn scherm, ik kijk naar haar trouwring, naar haar kopje. Ze schudt haar hoofd. Ik steek één vinger omhoog. De ober knikt en draait zich om. Voor me ligt water. Het meer. Zinnen, zinnen. De hele dag zinnen in mijn hoofd. Taalneurose. Als het een naam nodig heeft, noem ik het. Taalneurose. Freud noemt zo'n neurose lustgevoel. Genot als tijdelijke vergetelheid om de dood niet onder ogen te zien, niet onder ogen zolang genot het hoofd verdooft, de dood als doel van het leven. Er is niemand buiten ons die ons uit het leven haalt, geen man met een zeis. De mens is zijn eigen zeis. Herhalingen van welke aard dan ook houden ons in leven. Herhalingen, herhalingen, herhalingen. Maar uiteindelijk is er maar één wens. Ik zoek de rust van een kist, zong Jaap Fischer, van een lange houten kist. Voltooid verlangen. De Ober brengt mijn koffie en neemt met mijn gebakschoteltje de kruimels mee. Gesmaakt? vraagt hij naar wat hij niet wil weten. Verderop meert de zeilboot af. De vrouw stapt als eerste van boord. Ze maakt het touw vast aan de steiger en reikt de man de hand om aan haar hand van boord te gaan. Hij schudt zijn hoofd en springt op het plankier. Hij kan tegen de wind zeilen. Hij maakt de oversteek. Daar heeft hij geen hulp bij nodig. En jij, zegt ze, staande neem ik de laatste slok nog warm. Ik ga afrekenen, zeg ik. Ik wil dood, zegt ze. Kan, zeg ik. Begrijp ik, zeg ik. Niemand hoeft dat te weten, zegt ze. Ze wil dat ik zwijg over wat ze wil. Ze wil dat ik zwijg over haar groot verlangen. Iedereen, zeg ik, iedereen weet het, iedereen kent het grote verlangen, iedereen weet wat je verzwijgt. Ik, zeg ze, ik, ik. 25 maart 2015 naar Patricia de Martelare. Een verlangen naar ontroostbaarheid. Essays over leven, kunst en dood. Een aula pakket, Meulenhof 1993. Dank u voor het luisteren.